Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tips en Trucs. Wat ik jullie vandaag ga laten zien is hoe je een vloerverwarmingsverdeler, in dit geval is de voeding stadsverwarming, hoe je die gaat instellen. Als allerbelangrijkste is de inregelkraan. Daar moet niet te veel water doorheen stromen. We hebben hier een stadsverwarming met een 30 kW installatie, terwijl de vloerverwarming maar ongeveer 5 kW nodig heeft. Dus we hebben echt overcapaciteit. Dus we gaan dus eerst de inregelkraan inregelen. Want als hier dus te veel water doorheen stroomt, dan gaat de aanvoertemperatuur dus te snel omhoog. En soms gaat het dus zo snel omhoog dat de thermostaatkraan niet snel genoeg reageert. Schiet hij boven de 55 graden en dan gaat de beveiliging ingrijpen en dan gaat de pomp uit. Dus hierachter zit een houdertje met een wieltje. Kan je loshalen en dan kan je hier aan gaan draaien. En dan kan je dus zo inregelen hoeveel water er doorheen stroomt. Ja, zoals nu stroomt er 5 liter per minuut doorheen, maar misschien heeft hij maar 2 liter per minuut nodig. Dus deze zetten we op 3 liter per minuut. Die doen we terug. En de volgende stap is de aanvoertemperatuur. In dit geval is maximaal 40 graden. En de retourtemperatuur zetten we op maximaal 30 graden. Dus dit is de retourwatertemperatuur vanuit de vloerverwarmingsverdeler richting de stadsverwarming. Dus die mag altijd, in dit geval is het een goed geïsoleerde woning, is die 30 graden. Heb je een iets slechter geïsoleerde woning, dan kan je hem soms zelfs op 35 graden zetten. Maar het liefst hoe lager, hoe beter. En zoals hier kan je dus zien hoeveel water er per groep doorheen stroomt. Dus je ziet nogal wat verschillen erin zitten. En met dit sleuteltje kan je dus hier inregelen hoeveel water er doorheen stroomt. Stel je gaat hier aan draaien, dan stroomt er dus minder water door deze groep heen. En dan kan je straks, in plaats van deze doppen, kan je dus een zonneregeling erop zetten. Dus straks ga je zeggen, dit is de gang die heeft een eigen thermostaat, dit is de badkamer die heeft een eigen thermostaat, en deze zijn van de keuken. En deze misschien van de woonkamer die ook een eigen thermostaat hebben. En zo kan je dus verschillende zones creëren. Maar dan heb je dus wel voorinstelbare kranen nodig met dus de beatmeters. En nu zie je deze pomp staan op een horizontaal streepje en op standje 3. Dat komt dus omdat je nu geen thermische motoren hebt. Als je dus thermische motoren hebt, dan zet je hem dus op schuine streepje. Dus dat houdt in hoe meer motoren er dicht gaan, hoe langzamer de pomp gaat draaien. Dus dat is belangrijk. Maar nu zetten we hem dus op het rechte streepje, of het horizontale streepje, en op standje 3. En dan gaan we nu dus de groepen inregelen. Dus ik hoop dat jullie het kunnen zien. Wat je dus ziet is, als je dus van links naar rechts kijkt, dan zie je dus hier dat die 24 graden is. De volgende is 23 graden, de volgende is 27 graden, dus dat is waarschijnlijk de gang of de badkamer. 25,6, die is weer kouder, ietsjes warmer en nog iets warmer. En zo stel je dus elke groep, geef je dus de juiste temperatuur. En soms kan je er nog een beetje mee spelen dat de badkamer inpandig is. Ja, die is natuurlijk zo warm, dus dan kan je hem nog iets verder knijpen. Dus dit ga je zo inregelen. Dus dit is de warme groep. Dus die was net het warmste. Even controleren. Ja. Dus deze zetten we dan van 3 liter per minuut. Gaan we terugzetten naar 2 liter per minuut. Dus die koelt zometeen af. Dan pakken we deze warme groep. Die zetten we op 3 liter per minuut. En dat doe je dus met elke groep. Totdat ze allemaal dezelfde retourtemperatuur hebben.
of als je er soms mee speelt, kan je hem nog ietsjes meer of minder geven. Die gaat naar 3. En zo regel je dus eigenlijk heel netjes je vloerverwarming in. Nou, bedankt voor het kijken. Even een duimpje omhoog als je het een leuk filmpje vond. En dan zie je mij weer de volgende keer.